Zo is ons moeder vroeger al dat ik kapper zou worden. Bij mijn geboorte heb ik ons moeder al geknipt. Dat moest wel, anders zat ik met mijn brilklem. En nou denken de meeste mensen die denken dat kappers homo zijn. Nou, ik ben een hetero en al wat er tussenin zit. Ik ben een echte ondernemer. Laatst komt er een vrouwke bij ons binnen in de kapsalon. En die ging mee zitten, of ja, ik kan het eigenlijk beter zeggen, die ging mee liggen. Mee die benen uit elkaar. Zeg, ho, 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 wat heeft dat te betekenen hier? Ja, zegt ze, mijn zusje is vorige week hier geweest. En die vertelde dat jij een echte KUT-kapper bent. Ze zei, nee, dat was fonds. In een mas. Hé, hey, en nou komen mensen, hè. Andries van den Nieuwenhof. Ja, hij wist dat ik met de kletsavond meedeed. En ja, dan nou kwam hij bij mij in de kapsalon. Ja, zit hij. Heb jij mij zien staan in een notenblaadje van zo? Ja, zeker Andries. Ik zeg, ja, vraagt hij, heb jij de interview ook gelezen? Zeg, ja, zeker heb ik dat gelezen. Ik zeg, maar kom jij nou hier door dat ik jou in de kletsavond moet vernieuwen? Ik weet echt helemaal niks over jou. Wacht maar eens, dacht Andries, hè. Hé, hey, die trekt zijn box uit en die gaat weer in de stoel zitten, hè. Ik zeg, wat doe je nou, jongen? Ja, zit hij. Zit ik even door dat bordje hangen? Zak dan maar 1 euro. Zeg nou een beetje serieus, Andries, hè. Wat wil jij voor een kapsel? Ja, zit hij, doe maar wat puntjes knippen en een snor. Ik zeg, ja, een snor, die kan ik er niet aan knippen, hè. Hé, hey, ja goed, ik begon toch maar te knippen en ik dacht, ik zal hem eens hebben, hè. Ik vat de tondeuze en ik scheerde ze in de kop helemaal kaal, hè. Oh, 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 zit hij alleen de puntjes, hè. En nou begin ik met een helikopterkaal te scheren. Ik zeg, zie jij daar onder die deur hangen? Knippen zonder afspraak. En jij wilt geen vernieuwd worden in de klets. Dus bij deze kan het mooi in het test houden. En toen kwam Piet Podersma op een stoel zitten. Hè? Maar die mens die was echt moeilijk knippen. Die had allemaal van die weerborstels. Ja, zit hij. Ik moest voor Piet's weerbericht. Moest ik hier op de vliegbasis te veel zijn. En ja, toen zit er daarin, inmiddels zit er een mooie barbershop. En het was mannenavond, dus ik dacht, daar ga ik heen. Hey, daar hadden weggevraagd, richting de rips rijden, driekwart rond en richting Mills. Hé, hey, en vanaf door moeten je de koeien in de gaten houden. Zodra die knapper worden dan het vrouwenvolk, dan ben je het te wijd, dan zit een bakel. Ah, Piet zit tegen mij. Maar heb jij ook op de vliegbasis gezeten? Heb jij door in het leger gezeten? Ja, zeker. Ik zeg, we worden een echte vent van, hè. Hoe lang waren jij daar? Ik zeg gewoon, de 1,80 meter. Hé, en ons Ans die knip ik voor zelf. Ze is al 2 keren eerder getrouwd en het is eigenlijk een echt tweede handje. Ze heeft al 2 kinderen, maar wij hebben ook nog een dochter gekregen. Ons Nadien. En nou vroeg ons Nadien, papa, weet jij wat een travestiet is? Ik zeg, nee, daar vraag maar aan die moeder. Misschien dat hij het weet. De Haking, op Prinsjesdag.
Hey, en die wordt een mooie glimp opvangen, hè, van Maxima. Ik zeg, Frans, dat kan het toch veel beter op de tv kijken, hè. Dan zie je het toch echt veel beter. Maar goed, ik aan de gang, mooi strak kapsel gemaakt voor hem. Kunt hij een week later, kunt hij weer in de salon. Hij kwam een putje gel halen. Zeg, Frans, hoe was het in Den Haag? Ja, zit hij, kei schoon zit hij. Ik kreeg zelfs een hand en ze had zelfs wat gezet tegen mij. Zeg, wat gezet tegen jou? Waar heeft ze dan gezet? Wat ben de jij slecht geknipt? En toen kwam een kerel binnen met een jeugdje, zo'n Frank Vergorske, weet wel, hè. Ik heb eerst die kerel geknipt, toen de kleine manneke in die stoel gezet. Hey, en die vent die zei, ik ga even spinnen hier, dan kom ik zo betalen. Hey, maar ik had een manneke geknipt en ja, we waren al een half uur weer verstreken. Ik zeg tegen dat manneke, weet jij wanneer jij die pap jou kunt betalen? Of hoe zit dat? Ja, dan zit hij daar, ons pap niet. Die hebben mij net hier van de straat afgeplukt. En die zei, we gaan even voor niks naar de kapper. En dan net tegen sluitingstijd, hè, kwam John en Robbe Slegers binnen. Eerst Robbe in die stoel. Zeg, hoe wilde jij het, Robbe? Ja, zit hij, doe maar net als ons vader, met zo'n gat in de midden. En toen ging John in mijn stoel zitten. Ik zeg, hoe wilde jij het? Ja, zit hij, ik wil helemaal wat anders deze keer. Want van dat gat in de midden, daar kreeg ik een sik van. Ik zeg, ja, wat wil je dan? Ja, zit hij, ik wil een Duits kapsel. Zeg, een Duits kapsel, en wat mag dat wel niet zijn dan? Ja, zit hij, van voren een beetje kort, van achter een beetje langer, en bovenop een beetje maaier. ja. Hey mensen, maar het jaar is nog maar net begonnen. En grijs haar, dat is wat helemaal in, hè. En als nou overgewicht en rimpels ook nog hip worden, dan wordt het helemaal mijn jaar. Mensen, bedankt.